Welkom bij Huurland. Dit is onze verhuislift 25 meter. De machine is aangedreven met een benzinemotor en heeft een mastlengte van 25 meter die ons zal toelaten om een verhuis te organiseren tot een zevende, achtste verdieping ongeveer. De machine is echt een typische meubellift waarbij we het bakje volledig kunnen openleggen, waarbij we ook bovenaan de bak over een balkon kunnen trekken en zelf een rotatie gaan doen. Dus de mogelijkheden voor transport naar het dak zijn eindeloos. De verhuislift van 25 meter kan eenvoudig opgesteld worden mits je een aantal stappen stapsgewijs mooi volgt. De eerste stap is het afkoppelen van de trekhaak. Op dat moment staat de wagen vrij en blokkeren we die met de oploprem. Vervolgens gaan we op beide wielen, dus aan beide zijden van de machine, de hydraulische wielaandrijving inkoppelen. Eens dat gedaan is, staat de machine geblokkeerd en kunnen we de oploprem vooraan terug vrijzetten. Ons rijwerk staat nu volledig geblokkeerd. Als we willen, kunnen we de machine gaan verplaatsen met de rijaandrijving. Daarvoor gaan we de bediening van de rijaandrijving opklappen en de hydrauliekkraan in haar bovenste positie brengen. Als we nu starten, eens op zijn positie, brengen we de bediening van de rijaandrijving terug omlaag. De volgende stap is om de vier poten uit te schuiven en op te hevelen zodanig dat het chassis stabiel en waterpas staat. Ja. De mate van nivellering kan je perfect aflezen op de waterpasjes die hier in het midden van het chassis staan. Dus zorg dat die mooi past staan. Vervolgens gaan we ook de mast deblokkeren. Ja. Voilà. Als we op een voldoende hoogte werken, dan hoeven we de dissel eigenlijk niet te verplaatsen, maar we kunnen die eventueel ook korter inschuiven om de machine compacter te maken en op lagere hoogtes te werken. Het neuswiel gaan we veiligheidshalve altijd afnemen. Dus gewoon losdraaien en laten liggen, want straks moeten we het hier terug monteren. Alvorens we de mast kunnen bedienen, moeten we die volledig ontgrendelen. Dus aan beide zijden is er hier een veiligheidspen die eruit moet. En gaan we ook de afstandsbediening terug weer vrijmaken. Vervolgens moeten we de driewegskraan in haar neerwaartse positie brengen om de mast te kunnen bedienen. Dus nu is het motor starten en dan met de bedieningshendels eerst de mast gaan oprichten, draaikrans draaien en de mast gaan uitschuiven tot op de juiste hoogte. Dit gaan we nu demonstreren. De machine is uitgerust met een Honda benzinemotor. Hier heb je een gasregeling. Bij de start, koude start, kunnen we de gas volledig openzetten. Het fungeert meteen ook als choke. Om de verhuislift samen te vouwen, gaan we starten met de hondel omhoog te brengen.
Vervolgens gaan we het voetstuk naar boven schuiven. Dan gaan we de hondel terug omlaag brengen. De hondel wordt nu verankerd aan het chassis. Met dat klein staalkabeltje. En terug op spanning gebracht. Voorzichtjes. Voilà. Nu gaan we de mast van de muur wegbrengen. En kunnen we de mast gaan inschuiven. De mast dient met deze hendel in de juiste positie gebracht te worden. Dus met die hendel deblokkeren we de draaikrans. En we zorgen dat de rode pen in de rode uitsparing inklikt. Nu staan we in de juiste positie. Dus de rode pen in de rode uitsparing. En nu kunnen we de mast gaan neerleggen en het chassis rijklaar maken. Vervolgens gaan we de mast naar beneden brengen. De mast wordt vergrendeld met die veiligheidspennen en geborgd. Dus om het chassis rijklaar te maken, moeten we de dissel uittrekken en in positie brengen. Allee. Daarvoor moet je met twee zijn. Ja, totdat we aan de eindslag zijn. De veiligheidspen erin. En het neuswiel monteren. Zo, nu kunnen we de poten samenvouwen. Alvorens de machine te verplaatsen, moeten we natuurlijk de stabilisatoren samenvouwen. Daarvoor draaien we die eerst op, het onderste stuk. Het laatste stukje wordt manueel ingeschoven. Allee. En geborgd. En de poten worden in twee stukken samengevouwen. We starten best achteraan, vervolgens de voorste poten en dan kunnen we vertrekken. Om de afstandsbediening te monteren nemen we eerst het voetje af. Het voetje gaat achteraan in de materiaalkoffer.
En vervolgens schuiven we de aftastbediening in die uitsparingen tot deze vergrendeld in die positie. En als de kabel te lang zou zijn, dan kunnen we die ook nog op die manier proper opbergen. De machine is uitgerust met een aandrijving op de wielen, omdat het een vrij zware aanhangwagen is. Om die aandrijving te bedienen, moet je eerst met die hendels hier het tandwiel op het wiel aankoppelen. Vervolgens de bediening omhoog klappen. De driewegkraan in haar bovenste positie zetten. En de motor aanzetten. Om te rijden klappen we de bediening neer en gaan we aan beide zijden de aandrijving uitschakelen. Aan beide zijden, niet vergeten. Dus ik herhaal nog een keer de procedure om de machine eigenlijk rijklaar te maken. Dus alvorens we die gaan aankoppelen, gaan we aan beide wielen de rijaandrijving van de wielen vrijzetten. De machine staat op dat moment volledig vrij, dan is het eventueel nodig om de oploopremmen aan te spannen, om ze te blokkeren. Aankoppelen, oploopremmen vrijzetten en we zijn weg.